hem jullie getekend. Ik ben echt benieuwd naar. Een stalletje en Jozef en Maria en Kribbe. Je hebt een stalletje getekend, een kribbe. Weet je wat een kribbe is? Een voorbak, hè? Ja. Jozef en Maria. Ik mis nog een hele belangrijk iemand. Weet je dat? Nee, je hebt al gezegd. Ja, dat zag jij wel. Engel. Een engel. Ja, die was er ook bij. Wie nog meer? Ja. Jezus. Jezus. Waar is Jezus geboren? Waar werd hij neergelegd? In een kribbe? In een kribbe, een stalletje. Een armzalig stalletje, hè? Eigenlijk, dat is niet zo fijn, toch? Was hij toen ook neergelegd in een armoedige bedje? Nee, hè? Nee. Jezus werd neergelegd in een stalletje. Maar waar wil Jezus nog meer neergelegd worden? In een kribbe. In een kribbe, maar waar nog meer? Wil die ook bij jou thuis neergelegd worden? Ja. In Bethlehem. In Bethlehem. Nee, maar niet alleen in Bethlehem, maar ook vandaag wil Jezus bij ons zijn neergelegd worden. Kijk, als Jezus in een stalletje, een kribbe, geboren kan worden, dan wil hij ook bij ons geboren worden. Vrijdag gaat hij weer komen. Ja, nee, maar dat duurt nog even. Hij brengt vrede. Hij brengt vrede. Redden van de wereld was goed en ook licht. Was het veel licht dat hij op aarde bracht? Veel? Ja. Nou, ik zie het niet zoveel hoor. Heel klein lichtpuntje. Zo klein als een zaadje. Maar de bedoeling dat het zaadje bij jou komt, het vonkje bij jou komt. Licht en vrede willen Maria en Jozef niet alleen in de stal, in een kribbetje neergelegd worden, maar ook allemaal in ons hart. Daarom is die zo klein. Maar die kan groeien, die kan groot worden, toch? Heb jij wel eens met vuur gespeeld? Nee, gelukkig, maar degene die met vuur gespeeld heeft, heel klein vuur, het kan heel groot worden. En zo kan ook de redding, wat je zei, hè? En door de vrede van Jezus licht in ons heel groot worden. En ik hoop het ook vandaag dat jullie iets van die liefde, van die vrede van Jezus in je hart mag meenemen naar huis. En je thuis, of naar school, of waar je op gaat of staat, dat jij laat merken aan andere mensen het licht in de vrede van Christus. Nou, lieve kinderen, jullie weer gaan terug in je plaats. Fijn dat jullie zijn.